Ja, doen we. Welkom bij aflevering... Oh, wacht, nee, dat kan helemaal niet. Ja, helemaal gelopen. Welkom bij aflevering... 41. Ja, toen nog. En je zei ho. Ja, ben ik het vergeten, maar ik ben het vergeten. 41 en tevens laatste van dit seizoen. Ja, ja. Welkom bij aflevering... 41. En tevens de laatste van dit seizoen. Oh nee, oh nee. Welkom RG. Ja, ja, nou. Doe nog maar een keer. Welkom bij aflevering 41, de laatste van dit seizoen van Hanje. Hebben we het hele seizoen ons best voor jullie proberen te doen om met positieve afleveringen jullie een hart onder de riem te steken. Weet je hoeveel tietering je zit als vrijwilliger? En dan laten jullie ons vallen als een baksteen. Met huilende vaders en moeders op de tribune. Zelfs de kinderen huilen mee en de wolven. Terugbleek RKC. Nou, we zien de kleur mee. Ron zei het al, sommige spelers waren niet duur. Geen beleving, missen karakter. Willen niet werken voor de centen. Geen hert voor de zaak. Te lui om een stapje extra te doen. Dus ik zou niet bij mij hoeven te komen werken. 2 keer 45 minuten je best doen. Dat is alles wat we vragen. Is dat soms te veel? Kom op, jullie hebben het mooiste beroep wat er is, man. Lekker tussen de bossen trainen en af en toe een wedstrijdje spelen. Druif, Okita en Dressoir. De beste veulhoeden van de play-off. Waar waren jullie nou? Dachten jullie soms dat de buit binnen was? Verschrikkelijk lui waren jullie. Sommigen van jullie zien het niet waard om ons mooie naam en shirt te dragen. Jullie moeten spelen met mes tussen de tanden. Maar volgens mij hadden jullie potlood tussen de tanden. Nou, favoriete spelers. De supporters die alle wedstrijden mee gingen. Lief en leed gedeeld hebben, jongens. Positief. Het blief onze club in voor- en tegenspoed. En speciale dank aan Ron de Grootwer. Die had het toch maar weer gedaan. Volgens mij hebben die spelers al de vakantie geboekt. Dat ze er helemaal geen zin in hadden. Jij had nog geprobeerd met je staf er nog iets van te maken. Weet je hoe groot we nou zien? Zo groot zien we. Stek goed nou of niet? Nou ben ik, van plaats afgegaan. Ik weet niet of ik goed zit. Nee, is goed. Kwam ik van de week ook naar Brokius tegen. Vroeg de Jamine of ik zijn hond Appie uit wou laten. Hij had goede berichten van Ronnie de Groot gehoord. Lekker verhaal, kreeg er ook weer bij. Zijn vrouw, die wil ik wel uit laten. Maar ik weet niet hoe laat ze avonds binnen moet zien. Mogen we nog even afspreken, Brokie? Ja, maar ook heel even nog van, ik ga wel met een miniboot. Dat had ik toen afgesproken, maar dat kan ook dubbelzinnig. Dan moet ik even zien. Nee, maar hij had echt een boot. Ja. Ik ga wel met een miniboot en dan maak ik de koers uit. Zondag, met de dag van het levenslied, heb ik nog beloofd de dames van Beuningse Boys, die kampioen zijn geworden, te feliciteren in dit programma. En de hockeystos, de dames van Nijmegen ook. Proficiat, jullie wel, wij niet. En voor ons telt uithullen en opnieuw beginnen. Hou je, onze club blijft altijd bestaan, maar die spelers niet. Hou je.